Ik ben Tessel. Ik woon in Centrum Wageningen met 9 anderen. We hebben 10 in huis. Soms gaan we samen naar feestjes of een stukje lopen in de uiterwaarden. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen over wat ik aan het doen ben. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik studeer en ik ben voorzitter van de EN. Het is een jongerenvereniging van 12 tot en met 25. We doen alles zelf qua organisatie, want je hebt allemaal werkgroepen binnen de EN. Je hebt mensen die naar plantjes kijken, mensen die naar insecten kijken, dus libellen, kevers, verzin het maar. Mensen die naar vogels kijken of mensen die juist heel erg het strandleven en het zeeleven bestuderen. Maar wat iedereen bindt, gewoon een liefde voor in de natuur zijn en samen zijn en buiten zijn. Ik denk dat een typisch EN'er ook wel een beetje lak heeft aan wat de meeste mensen van hem denken. En gewoon lekker doet wat hij zin heeft. En je bent eigenlijk met z'n zessen in een bestuur. Je stuurt commissies aan met aanspreekpunten voor de hele bond. En je zorgt voor de financiën. Je zorgt dat er algemene vergaderingen zijn. Ja, ik heb voornamelijk geleerd wat er allemaal achter de schermen gebeurt en hoe dat allemaal werkt. En hoe je samenwerkt met een groep van 6. Het is best wel veel werk, je bent er veel tijd mee kwijt, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ja, ik ben echt wel trots op wat we gedaan hebben.